snoepjes. Do you wanna play? Hier hebben we onze eerste artiest. Die zit voor een zekerheid achter een hekje. Over het algemeen is hij wel vriendelijk, maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. We hebben dus het hekje opengelaten en toen is er helaas het volgende gebeurd. Toen is het niet helemaal goed afgelopen. Ik moet jullie misschien waarschuwen, er woont een enigszins chagrijnige clown op dit terrein. Weg met die camera! Ja, oké, daar gaat hij. 10! 10 plus 80 is... We halen bij 2 snoepjes. Het is maar 2 lekkere. See the pitch in the club. I'm gonna finish it up. Hi mensen. Nee, maar 2 komt niet zo achter. Hij zoekt het. Kinderen. Volk. Jongens. Van de heksen. Om de helse figuren te stoppen. Super fijn dat jullie allemaal bij ons zijn komen om te helpen. Zoals je ziet zijn wij, de heksen, maar met z'n tweeën. En de helse figuren zijn met z'n vieren. Dus we kunnen jullie meer dan hard gebruiken om ze allemaal te doen slaan. We beginnen als eerst met de schaamheer, die hier nu voor mij langskomt. En daarvoor moeten we met z'n allen super hard gaan klappen. Zo hard als we kunnen. Met z'n allen klappen. We hebben er nog 3 over. En ik hoop dat jullie me allemaal net zo goed kunnen helpen met de overige 3 als dat jullie met deze hebben gedaan. We gaan nu verder met de bebloede dokter die jullie daar allemaal al achter de bosjes vandaan zien komen. Ik heb het jullie net niet verteld, maar we hebben voor alle figuren een andere aanpak nodig. Dus hoe we net hebben kunnen winnen met klappen, moeten we bij de bebloede dokter met z'n allen heel hard stampen. En daar heb ik ook alle ouders voor nodig. Dus echt met z'n allen. Zo hard stampen als je kan. Nou, dat kan volgens mij harder, heren. Dus niet zo hard als je kan. Ik wou het net zeggen. Ja, daar gaat ie. Houd er even vol met z'n allen, kom op. Hou vol, hou vol, hou vol, hou vol. Misschien moeten we dan toch proberen met z'n allen verloren gelukt. We willen natuurlijk niet hebben dat hij rond blijft lopen in Wagenberg. Dat willen we niet. Dus we gaan met z'n allen nog 1 keer. Kom, daar gaan we. Boe. Allemaal in zijn richting. Boe. De heksen willen jullie allemaal bedanken voor jullie hulp. Vanavond zullen zij nog op pad gaan. De helse figuur te stoppen. Nu is het tijd om jullie te belonen.
de heksen mee. Zij hebben iets lekkers in de ketel gekookt. Is het mevrouw, vindt het eng? Ja. Ja, wat is er eng aan dan? Heel veel kinderen zeggen dat het echt heel eng is. Ja, ja. Maar is het dan ook eng? Dat weet ik niet. Vanavond. Goed. Leuk. En eng. Ja. Echt eigenlijk best wel eng. Ja? Wat vind je het engste? Alles. Alles. Vooral haar. Opnieuw. Hoe vinden jullie het vanavond? Leuk, ja. Ja? Ja. Wat vind je het allerleukste? Snoep. Snoepje. Ja. Ja, je hebt veel snoep opgehaald, hè? Ja. Oh. Het is nacht. De maan schijnt. In het water van de put zie je hem glinsteren. Even kun je de omtrek zien van een huis wat zweeft net boven het water. Achter de ramen bewegen schimmen. Er schuift een wolk voor de maan. Van alle kanten komen mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Er klinkt een angstaanjagend lachen. En dan... Iedereen staat doodstil voor het huis. Villa Panica. De jonkvrouwen bekijken het jongetje. En ja, deze staat vannacht op het menu. Lekker jong mals vlees. Perfect voor jongetjes stofpot. Wat er dan gebeurt? De maan komt van achter de donkere wolken voorschijn. Hij verlicht de hele omgeving. Mannen, vrouwen, kinderen rennen weg. Weg van deze plek. De jonkvrouwen proberen het jongetje te pakken. Maar die zijn hun veel te vroeg af. Enkel een oude man, die niet kon rennen, weten zij te vangen. Dat is spannend.